dan naar 1600. Een gecombineerd veld in Super 1600. Bij het Davy van de Branden, buitenom. In het midden is het Yves Telen. Telen daar even naar buiten verwezen door Davy van de Branden. En wie profiteert daarvan? Dat is Jordi Putseis. En Putseis met een Evo-motor onderweg. Intussentijd hard gewerkt, hard gesleuteld bij het team. Om wat meer pk's onder die motorkap te krijgen. En blijkt daarin gelukt te zijn. Want gaat aan de leiding met Yves Telen op de tweede positie. Met de derde plaats voor Davy van der Branden. En kijk dat gevecht hier zij aan zij. Putseis jaagt daar even Telen de zandbak in. En daar profiteert dan Davy van der Branden. Die profiteert, gaat naar de leiding met Putseis op de tweede positie. Telen derde. Vierde positie voor Alex Lange, rijder in het Duitse Super 1600 kampioenschap. Dan gaat Putseis naar de jokerronde en strijdt dan weer zij aan zij met Yves Telen. Sportief hier in de spaarkassenbocht. Knap gedaan, Telen voorbij aan Jordi Putseis. En daarachter de Fiesta van Lange. Door dat gevecht kan Davy van der Branden weglopen. Kan wegkomen. En de jokerronde voor Yves Telen. En Telen moet dan aansluiten bij Lange in de Fiesta. Daar profiteert er ook weer Jordi Putseis van. Putseis naar de tweede plaats. Hier door de jokerronde de finish en de overwinning voor Davy van der Branden. Met Lange die in de problemen komt nog in die laatste meters. Putseis wordt tweede. Dan gaan we naar de Supernationals Plus 2000cc. Met Nick van der Perre langs de buitenkant in de Volvo. Nick mist al het hele seizoen. Een heroptreden, deze wedstrijd nummer 6 hier in Maasmechelen. Dan gaat Kems naar de jokerronde. De BMW M3 naar de jokerronde. Buitenzijde voor Nick van der Perre is het Johan Jacobs die aan de lijnen gaat in de Ford Mondeo. Dan de tweede positie voor Brent Dame. En wat een plezier om Brent opnieuw van de partij te zien in zijn Saab. Achterwiel aangedreven, Turbo Saab 900 op de tweede positie. Dan Nick van der Perre op de derde positie. Vierde positie voor Helmut Antonissen. Daar zakte de moed ook wat in de schoenen. Maar een goede zaterdagtraining en een tevreden zondagochtend bracht toch maar weer de sfeer in het team bij Helmut Antonissen. En knokte zich weg naar voren. En dan Kems. Kems was al gaan jokeren. Dan moet nu Antonissen aanklampen in vijfde positie. We verder daar al even een plaagstootje geven bij Brent Dame. Even tikken, hier ben ik met mijn Volvo. Opletten. Brent in de spiegels kijken hier bij start en finish. Van de Perre probeert dan aan de binnenkant te komen in de spinnenkop. Lukt daarin, samen met Kems. Knap gestuurd, Arne Kems. Die wint daar twee plaatsen. Van de Perre naar de jokerronde. Opletten daar met Helmut Antonissen. Daar een ware rodeo-stijl voor Helmut Antonissen. En zit daar aan die binnenkant zonder in te sturen. Contact maken met Brent Dame. Werd dan ook door de stewards bestraft met straftijd in deze kwalificatieheat. Met Kems te overmoedigd daar in de Limburger corner. Jammer, voor een goede prestatie onderweg. Daar ging het fout en daar kan deze Johan Jacobs van profiteren. Met een overwinning, de Mondeo uit Zonhoven. Met Danny de Beukelaar, de pole position in de Volvo, die de kopstart neemt voor Jeff Mertens op de tweede positie. Zij aan zij strijden dan Peter van de Wegen en Martijn van Halve met Robbe Goris in de Opel Corsa. Het is Peter van de Wegen die dan maar meteen gaat jokeren. Ik denk dat als ik dat gedaan heb, kan ik aanklampen bij dit compacte groepje van vier wagens, waarin dat de Beukelaar aan de leiding gaat. Met Mertens op de tweede positie, Martijn van Hoven op de derde plek.
Ja, Martijn is een van de titelkandidaten. Die moet dus punten scoren richting de finale op 9 oktober aanstaande. De Beukelaar aan de leiding. Met Jeff Mertens op de tweede positie, derde positie voor Martijn van Hoven. Dan hebben we Van de Wegen en achter Van de Wegen Robbe Goris in de Opel Corsa. Daar gaat Van Beers in de problemen. Die heeft een afgebroken wiel, dubbel gezwaaide. Gele vlag voor de Clio die in de grindbak staat. Ja, tolde rond de as, hè. Plots brak het wiel af en verdween de wagen in de zandbak, in de grindbak. Aan de leiding van deze finale, de Beukelaar. En kijk, door dat vroege jokeren komt Van de Wegen naar voren en naar voren en naar voren tot de tweede positie. Want die gaat daar voorbij aan Jeff Mertens. Mertens op de derde positie weet daar aan te klampen bij de Toyota Yaris voor de ereplaatsen in deze finale. Mooie voorsprong van Danny de Beukelaar. Maar daar komt al Van de Wegen. Daar komt Van de Wegen. En dan nu even wikken en wegen voor Danny de Beukelaar. In die jokerronde is die voorsprong voldoende? Ja, dan nee. In Limburger Corner lijkt het nee, want daar komt Van de Wegen zij aan zij met Danny de Beukelaar richting de haakspelbocht. En daar verremt Peter Van de Wegen zich aan die binnenkant. De Beukelaar aan die buitenkant duikt dan meteen naar binnen en gaat voorbij aan de Yaris met Mertens op die tweede positie. Voorbij aan Peter Van de Wegen in Supernationals min 2000cc. Met een mooie start voor Martijn van Hoven in zijn BMW 1M. Het start nummer 13. Hopelijk meer geluk voor hem dit seizoen. Daar iets te fel naar buiten. Nick Nijns in de Ford Escort in de aanval. Meteen aansluiten ook Bart Konings in de Seat Ibiza. En Mike Hubbe in de Opel Astra. Haakson draait hier Bart Konings langs de binnenkant en probeert voorbij te komen bij Nick Nijns. Doet dat goed, doet dat knap en Nijns meteen weer terug aanvallen bij Bart Konings. Door dat gevecht kan deze Martijn van Hoven wegkomen met zijn BMW. Daar ging het fout vorig jaar. Opperste concentratie voor de BMW-rijder. Blijft aan de leiding. Opletten voor Konings, opletten voor Mike Hubbe. En de jokerronde nu voor Nick Nijns. Dan moet die weer aanklampen bij de Astra van Mike Hubbe. In de remmen en naar beneden duiken. Remmel daar. Konings probeert achter Martijn van Hoven te komen. Blijft aan de leiding Martijn. Tweede positie voor Bart Konings, dan Mike Hubbe. Opletten, Mike, daar geen foutje maken. Want Nick Nijns komt alweer aanklampen. Hier hebben we de jokerronde voor Bart Konings. S-combinatie en dan het rechte stuk opsturen. Accelereren en dan het gevecht samen met Nick Nijns. De bocht gaat naar links, daar zit Nijns aan de binnenkant. En blijft de Seat Ibiza voor. Bart Konings naar de vierde positie. Glibberen en glijden. Zon overgoten circuit Jules Tachny, maar oh zo koud. Vriestemperaturen voor de eerste wedstrijd van dit nieuwe seizoen. En daar jumpen ze het onverharde in. Nick Nijns achter Mike Hubbe aan. Konings daarachter en kunnen zij nu voorbij Martijn van Hoven. Van Hoven door de jokerronde, daar komt Nick Nijns. Neusje voor, maar daar het accelereren van Martijn van Hoven. En blijft hij aan de leiding zitten. Straks sturen langs de koord af daar. Naar beneden jumpen. Nijns links rechts proberen. Opletten daar voor Martijn van Hoven. En door dat gevecht ook Bart Konings die komt aanklampen. Met z'n drieën even contact maken. Daar staan ze in de problemen. En dan gaat die derde ermee. En dat is Bart Konings. Nijns voorbij. Mike Hubbe voorbij. En problemen voor Martijn van Hoven. Dan is het voor hem alles op alles zetten in die tweede. En we gaan de richten op groen en is de start vrijgegeven. Het een mooie start lijkt wel voor Christophe Bexey en zijn met Luc Maris. Maar ze zitten wel aan die binnenkant met op die tweede rij deze Bert Bosmans. Die heeft het aan de stok met Steven Wolders. Wolders in de Fiesta gaat naar de tweede positie. Ja, daar gaat Bex in de problemen. Bex in de problemen in die spinnenkop te fel naar buiten. Hij moet aansluiten achter Wolders. Hier Bosmans. Bosmans jaagt dan op Christophe Bex. Maris aan de leiding. Wolders, Bex, Bosmans, Van der Heijden en Tom Meusen.
Ja, dan moet Bex gas geven hoor, om hier Wolders te volgen. Wolders op de tweede positie, Bex is derde. De leiding is natuurlijk Maris. Maris snel onderweg, de hele dag al. Tijdens de heats in de halve finales. En de jokerronde nu voor Wolders. Wolders naar de jokerronde. Maris was al weg. Bex gaat voorbij. Bosmans gaat voorbij. En daar komt Philippe van der Heijden. Nee, van der Heijden sluit aan achter Wolders. Op de vijfde positie. Zesde positie voor Tom Meijsen in de Mitsubishi. Hebben we hier Bosmans. Bosmans. Die alles op ballen zet om in de buurt te blijven bij Christophe Bex. Maris, Bex, en dan het groepje. Bosmans, Wolders en Van der Heijden. Van der Heijden probeert aan te klampen bij Wolders. Naar de jokerronde hier met Bosmans. Sluit eraan achter Philippe Van der Heijden voor Tom Meersen. Vooraan die strijd. Kijk die strijd. Maris aan de leiding. Bex op de tweede positie. En Bex profiteert nu van de jokerronde van Maris. Maris naar de jokerronde. Bex aan de leiding. Wolders voorbij. Wolders voorbij bij Maris. Maris probeert terug te vechten, maar zit nu aan die buitenkant van de haarspelbocht. Dan moet dat passen. Passen bij Wolders. Aansluiten bij Wolders op de derde positie. En dan moet deze Christophe Bex ook naar de jokerronde. Dat zien we. Geen groene markering boven in de balk. Dat gebeurt dan nu. Hier de jokerronde. In de remmen, sowieso, voor het insturen. En dan komen Wolders, Maris en Bosmans. Daar komt Wolders, daar komt Wolders. Wolders al aan de binnenkant. Maris langs de buitenkant, zij aan zij. Richting de haarspelbocht, laat in de remmen. En Maris die verslikt zich. En die schiet daardoor richting de haarspelbocht. Contact met Wolders. Wolders in de problemen, Maris in de problemen. En dan komen we weg, hè, Bex aan de leiding. En Bosmans op die tweede positie. Dan Wolders met Maris. En dan lijkt Wolders stil te vallen. Ja, daar gaat het fout voor Wolders. Het zou dan iets met de koelvloeistof zijn bij Wolders. Opgave voor hem, maar een mooie overwinning voor Bex. Een keer iets anders is ook rijden met buitenlanders die normaliter rijden in het Europese kampioenschap. Soesta in het midden van het veld en een nieuwkomer. Eerste wedstrijd voor een jongster uit Litouwen. En dat geharwar daar even herhalen. Want we zagen Yves Teren laat in de remmen gaan. Die maakt dan contact met de Saxo van Otzer. Otzer schuift door naar Van der Branden. En daar gaat de Civic stuk van Tim Ramakers. De alternator gaat stuk in deze finale. Deze Yves Teren, die maakt een remfout. Daardoor schoot Otzer door. En kon dan, jammer genoeg, de DS3 niet meer ontwijken. De DS3 van Davy van der Branden. Aan de leiding gaat Jozef Soesta. Pasuska op de tweede positie. Nieuwkomer in de rallycross. En ingeschreven voor deze Duitse manche. Voor het BK, het Belgian Rallycross Championship. En Otzer blijft zijn weg vervolgen. Is een vechter. Otzer heeft het Belgisch kampioenschap. Rijdt het volledige kampioenschap dit jaar. En wat een aanwinst in die Super 1600. Wat een mooie klas is dat geworden. En dan even terugtikken. Even komen terugtikken. Even denken van kerel, jij was het daar in die spaakkassenkoeven. Maar nee, maar dat zetten we bij deze recht. Duidelijk in beeld gebracht. En Telen vecht het uit met Dennis Reemans. En Bajuska in de jokerronde met zijn Skoda. Hier van de Branden. De Branden die denkt dan, ga ik maar jokeren. Zit daar geblokkeerd achter Otzer. Even netjes naar rechts kijken van Davy. En Jozef Soesta gaat aan de leiding. Gaat stevig aan de leiding. De Skoda de sporen geven. Hier Reemans. De nummer 1, regerend kampioen voor Yves Teren in zijn Peugeot.
En Davy van der Branden, die knokt. Die blijft knokken. Voor punten in het Belgische kampioenschap Super 1600. Met Otser, nog steeds, hè. En die geven elkaar geen duimbreed toe. Hier de Dekra-curve met Van der Branden en met Steve Otser. Otser in de Saxo achter de DS3 aan. En deze twee internationale heren gaan met de overwinning lopen en de tweede positie. Hier komt Yves Thelen. Thelen in de Peugeot. En zij met Dennis Reemans wijd over de boordstenen. Voor Verheijen, Tijbers en Stolp. Plus 2000 cc Super Nationals met een kanonstart van de 22. Holomini gaat aan de leiding. Opletten voor Herman van Tielen, opletten. En een mooie manoeuvre daar van de grijze BMW Helmut Antonissen voorbij aan van Tielen en ook Verhoeven. Die volgt netjes. Zit daarvoor nog de Astra van Tom Gehlen. Achter Miniaan. Jokerronde maar meteen dan voor Verhoeven. De BMW naar de vijfde plaats. De BMW is wel al gaan jokeren. Hij volgt nu achter Herman van Tielen. Vooraan. Korte knie. Jubileumbocht. En de Tarzanbocht voor Gehlen. Gehlen voorbijgegaan aan Holomini. Daarachter zit de grijze BMW van Helmut Antonissen. Opletten voor Gehlen daar. Wat in de fout. Onstabiel bij het uitsturen van Per Eklund-bocht. Langs de buitenkant Mini en de aanval Mini voorbij. Voorbij aan de Astra. Dan Antonissen. Hier Herman van Tielen. Van Tielen schuift voorbij Verhoeven. Verhoeven net iets te fel naar buiten in de korte knie. En dan Mini. Mini jagen achter Gehlen. Gehlen dan toch weer voorbij gegaan aan die Volvo. En Verhoeven jagen bij Herman van Tielen. Van Tielen door de jubileumbocht voorbij aan Gehlen. Daar komt Verhoeven. Verhoeven stijgt er even de pas af van Tom Gehlen. En hij gaat de voogdrein stuk, breekt af. En game over voor Tom Gehlen. Ook game over voor Herman van Tielen. Die is vergeten te jokeren. En dan wordt de start vrijgegeven in Supernational plus 2000 cc. Kopstart voor Dave Kuijnen. Met wat tumult bij de start, met wat contact. Het vijftal maakt de contact bij elkaar. Daar is deze een slachtoffer van. Lekke band en problemen met de voortrein voor Ludo Hermans. Kuijnen aan de leiding. Leeman op de tweede positie. Van de Perre is derde. De twee Volvo's achtervolgen de BMW Compact. Daar een aanval al van Van de Perre. Van de Perre zit dan nu aan die binnenkant voor de panoramabocht. Maar moet daar passen en sluit aan achter Leeman. Leeman over de boordstenen. Van de Perre dan aan de binnenkant. En daar het contact tussen de twee Volvo's. Maak een contact erop, letten, want daar staat de BMW van Stefanie van Lingen. En gelukkigerwijze kunnen ze die wagen ontlopen. En de weg terug vervolgen. Ja, deze van de Perre. Met de bloed dus onderweg. En dan probeert hij natuurlijk de schade te beperken. Te overmoedig gaat in de problemen. En zet zijn Volvo gezusterlijk langs die van Leeman. Die al eerder heeft opgegeven. En Hermans en Van Lingen staat in de grindbak. Deze is enkel en alleen nog onderweg. Deze Dave Kuijnen in zijn BMW Compact. En daar gaan brokstukken van het carrosseriewerk de grond op. Niet helemaal, hè, want de deur die blijft er gewoon aan hangen. En dan kijken we binnen in de cockpit. Binnen in de cockpit van de compact van Dave Kuijnen. De enige die nog onderweg is in deze ronde gaande. De start is vrijgegeven met een hele mooie start. En een snelle start voor Kurt Lambers met Martijn van Hoven op de tweede positie. Konings is derde. Die draait zich daar met de neus in de verkeerde richting. Van Ratingen kan nog net profiteren naar die derde plek. En dan staan geblokkeerd Konings. Tijbers en Hubbe. Hubbe met een gebroken voorwiel. Links voor de voortrein stuk van de Opel Astra. Tijbers kan vertrekken. Opnieuw kan vertrekken Davy van Ratingen en Bart Konings. Waar de rode vlag wordt gezwaaid. Deze Mike Hubbe, die moet weggetakeld worden. Hier gaat Hubbe iets te vroeg naar rechts. Contact met Van Ratingen en contact met Bart Konings. Dan zet ik daar even vast.
En Ubbe moet weggetakeld worden en een plekje vrij op de startgrid betekent met 5 wagens van start voor deze finale. Met een opnieuw snelle start voor Lammers. Lammers die aan de lijnen gaat. Martijn van Hoven op de tweede positie. We rijden mee met Martijn richting de gravel sectie beneden na de jump. Dat is deze sectie naar de haarspelbocht toe. Met Konings op de derde positie. Vierde positie voor Van Ratingen. En Tijbers op de vijfde positie. Volgt het mij, de stand boven in beeld. Lammers in zijn BMW gaat aan de leiding met Martijn van Hoven. En daar gaat Lammers in de problemen. Komt Lammers in de problemen, de BMW gaat stuk. Ah, goede heats gereden. En dan problemen met de elektronica en de benzinetoevoer. En de BMW die komt tot stilstand hier van Hoven. Die gaat dan aan de leiding. Tijbers is gaan jokeren. Dat zien we aan de groene markering naast zijn naam. Kunnen we het allemaal goed volgen? Drietal vooraan, 1, 2 en 3 op een zakdoek. Met Van Hoven gaat aan de leiding. Met Konings op de tweede positie. Met Van Ratingen derde in de Toyota Corolla. Tijbers op de vierde positie. Dat zijn de 4 auto's die op dit ogenblik nog in strijd zijn. Nog in wedstrijd zijn. Lammers heeft zijn BMW aan de kant geparkeerd. Moeten parkeren met technische problemen. Hier Van Hoven. Van Hoven met Van Ratingen nu naar de tweede positie door de jokeronde van Bart Konings. Die is dan gaan jokeren en die moet nu aanklampen bij de Toyota Corolla. De wagen van Davy Van Ratingen op de tweede positie Van Ratingen. Achter Martijn Van Hoven. Hier Van Hoven, de BMW gaat nog steeds aan de leiding. Fraaie tweede positie voor Van Ratingen. En een knokkende Bart Konings om in de buurt te blijven, in de buurt te komen van Van Ratingen. Voor die tweede positie, jokeronde nu voor Martijn van Hoven. Handrem trekken, daar voor die chicane. Die S-combinatie, Van Ratingen erachteraan. Van Ratingen erachteraan in de jokeronde. Hier komt Bart Konings, Konings in de Seat Ibiza. Gaat de Toyota Corolla voorbij. Hij wint opnieuw een plekje, gaat naar de tweede positie. Achter Van Hoven. En zit het Martijn van Hoven dan mee? Gecrashed vorig jaar hier in Mitte. Sloeg over de kop. Bij het insnijden van de gravel sectie waar we nu gaan passeren. Dat is vlak voor deze laatste bocht. Het rechte stuk op. Snelheid maken. Even te laten de remmen. Oh, corrigeren en hard werken in die cockpit van Martijn. Maar blijft aan de leiding. Wow, knap gestuurd hoor. En kijk, daar komt die Bart Konings dan natuurlijk. Door dat ene foutje bij het inremmen van de eerste bocht. Konings achter de BMW aan. Konings in de Seat Ibiza. Op die tweede positie. Tweede positie. Voor de Seat Ibiza, derde positie, de Toyota Corolla. De Corolla van Davy Van Ratingen. Laatste ronde loopt. Laatste ronde loopt voor de Supernationals min 2000 cc. Hij kan Konings nog 1 keer in de buurt komen. Probeert in die laatste bocht. Maar Van Hoven wint de openingswedstrijd 2018. Dan gaan we naar de Supercars. Hier staan ze opgelijnd voor de finale. Jos Jansen goed weg, Steffen goed weg. Zij aan zij met een derde plek. De deur gaat open bij Wil Teurlings. Foutje net hersteld in die spaakgassenkurve. Hier komt Jansen. Jansen die de kopstart neemt. Jansen die aan de leiding gaat. Met Andreas Steffen op de tweede positie. Opletten Jansen. Het is geen driftserie. Het is Rally Cross. Jansen aan de leiding. Steffen meteen komen aanklampen bij Jos Jansen. Met Wil Teurlings op de derde positie. Daarachter is het Jörg Jockel en Ditmar Brandt. Dat zijn de achtervolgers op het leidende duo. Op Jansen, die aan de leiding gaat met Steffen op de tweede positie. Hier komen Wil Teurlings en Jörg Jockel. En daarachter nog de Audi van Ditmar Brandt, rijder in het Duitse kampioenschap. En kijk die Andreas Steffen. Jagen bij Jansen. Net niet naar die jokeronde.
Die denkt, oh nee, als Jansen gaat jokeren, dan neem ik nu voorsprong. Probeer ik voorsprong te nemen. Maar die voorsprong, die is niet heel. Die is niet heel. Door die stuurfout, door die remfout natuurlijk, Jansen. Even daar in contact met Andreas Steffen. Ja, die laat even merken, hier ben ik. Zoveel voor ben je niet hoor, door je te verslikken bij het insturen van de jokerronde. En nu kijken wanneer dat Steffen gaat jokeren. Jokkel is voorbij gegaan en Wil Teurlings. Duitser is derde, de Nederlander op de vierde positie. Wij sturen voor Andreas Steffen. Het is een bemande camera in de Spaarkassenkurve. Als je snapt wat ik bedoel. Hoog opwaaiende stofwolken al daar. Hier Steffen. Steffen nu in de jokerronde. Jansen niet in de jokerronde. Hier komt Andreas Steffen uit de jokerronde. Hier komt Jos Jansen. En het is Andreas Steffen die weet te winnen. Hier in Buxtehude. En dan Jokkel. Jokkel in de problemen. Valt daar stil in de jokerronde. En daar komt nog Wil Teurlings. Teurlings in de Volvo. En Jokkel waar het sokkel. Die gaat daar in de fout bij het uitsturen van die jokerronde.